Vincent van der Voort. Ja, echt een geweldige overwinning tegen Mesa Sujovic. Wat was het gevoel podium? Ja, dat was fantastisch. Ik heb het allemaal heel bewust mee kunnen maken, want het duurde allemaal zo lang tussendoor. Dus ja, ik ken de hele zaal nu op mijn duimpje. Ja, was vrij constant in de wedstrijd. Dus. Je hebt wel een paar dubbeltjes. Zit je daar nog erg over in? Ja, dat zijn wel dingen die moeten uit vaak, weet je. En hij laat me er een paar keer in. Want het had zomaar andersom kunnen zijn, maar ja, je krijgt geen ritme tegen hem, weet je. Dus dat is heel moeilijk. Dus ik ben al, ja, die 138, dat was voor mij het moment van de wedstrijd. Even terugkomend kort op gisteren. Gisteren deed jij een uitspraak dat Maastricht niet in Nederland lag. Nou hebben wij dat even nagezocht en dat ligt toch wel in Nederland. Wel. Ja, nou, ja dan nog maar net, of niet? Ja, dat wel. Ja. Even voor alle duidelijkheid, ik heb niks tegen Maastricht. Maar voor mij is dat heel ver. Gewoon vanaf Amsterdam. Dus. Maar. Vooruitblikkend naar morgen. Je speelt tegen Max Hop. Ja, ik denk dat jij veel kans maakt. Ja, tuurlijk. Ik denk dat ik vandaag, ik weet de gemiddelde helemaal niet, ik weet de dubbelpercentage niet, maar ik weet wel dat ik best wel goed speelde. En ondanks dat hij zo traag was, bleef ik best wel goed spelen. Dus ik denk, ja, dan maak je tegen iedereen kans. En dan maakt het niet uit hoe het poppetje heet. Alleen je moet morgen weer hetzelfde brengen. En dat is een heel ander verhaal. Ik kan morgen opstaan en dat ik bijna mijn bed niet uit kan komen van de pijn. En dan wordt het weer een heel ander verhaal. Dus als ik me zo voel als vandaag, dan geef ik iedereen een wedstrijd. Vincent, heel erg bedankt. Dankjewel.